Ja, ik weet niet of jullie er naar kijken, naar het programma Renze. Kijken jullie daarnaar? Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Maar ja, ik kan het toch niet laten om er iets over te zeggen. Ik wil, ja, ik stoor me er gewoon aan. Aan die Renze. Ja, dus de laatste tijd al had hij van die interviewtjes, daar kan hij helemaal niks van met die Boomsma. Dat zit hij maar te hakken en te takken en weet ik veel en het schiet niet op. En toen kwam die Douwe Bob of Bob Douwe, die kwam langs. En ging hij ook constant tussendoor zitten leuteren. En goeiedag zeg, het is me allemaal heel erg matig is het. Ja, ja. Maar nou, als het helemaal raak, heb je dat gezien met Joep van het Hek? Ja, Joep, die zat daar bij die Renze. En ja, die vertelt verhaaltje, Joep, over een vriend van hem, die heeft ALS. En daar is hij mee begaan natuurlijk. En ja, en toen had die vriend gevraagd, ja, de professor van het ALS-centrum is bezig met een onderzoek en kan jij niet wat regelen? Nou, zegt Joep dan, oké, ik doe een extra voorstelling in Carré en dan de opbrengst daarvan is dan helemaal voor het onderzoek. Nou, goed. Dus er wordt een datum aangegeven in februari en zegt Joep, nou en de voorverkoop voor die kaarten, die zijn iets duurder natuurlijk omdat het voor het goede doel is, dat begint nu. Nou, hup. En 5 minuten later zegt die Renze dan tegen Joep. Ja, ik vertel het hele verhaal maar, want waarschijnlijk zijn toch weer veel mensen die het niet gezien hebben. Toen zegt die Renze tegen Joep, 5 minuten later. Die zegt, ik heb nieuws voor je, Carré is al uitverkocht. En Joep, die wordt daardoor geraakt. Ja, dat snap ik. Ja, dat kan ik volgen. Ja, ja. Werkelijk, als je in 5 minuten nog even in je nadagen Carré uitverkoopt. Ja. En die is geraakt. En die krijgt, ja. En die schiet vol. En die, ja. Nou. En dan krijg je die Renze. Die inderdaad het inlevingsvermogen heeft van een veldmuis. Ik bedoel, die er totaal niet mee om kan gaan met zo'n moment op tv. Nee. Die begint dan de hele tijd maar te roepen. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Tegen die Joep. En die Joep die zit daar met tranen in zijn ogen. En die denkt, ja, wat moet ik hier mee met je mooi, mooi. En dan ook nog, weet je wel, gaat zo'n Renze, die gaat eens eventjes aan dat moment hangen. Weet je wel, zo van, hoe we hebben een beetje emotie in de uitzending. Nou, dan gaan we eens eventjes even op inzoomen. Oh, is dat ergelijk ook. En dan nog tegen die Joep zeggen van, oh je bent een veel gevoeliger man dan wij allemaal ooit gedacht hebben en zo. En nog een keer. En in plaats van dat die Renze gewoon zijn kop houdt. Gewoon laat het moment. En het was echt een ontroerend moment even. Maar door die Renze wordt dat dan helemaal verziekt gewoon. Ja, wat met z'n gewauwel er doorheen. Gewoon niks zeggen. Laat die traan en praat verder en door. En dat is allemaal ontroerend genoeg. Maar dat begrijpt onze Renze dan helemaal niet. Oh. Dus Joep, verzoek van mij. Als je in de toekomst nog een keer volschiet ergens, doe het dan niet bij Renze.